Zo, stel nou dat we de hele rand af hebben, dus die 9 rijen van die stokjes. Dan laat ik jullie nu zien hoe je dus die bloem moet gaan maken. In de vorige rij ben je dus geëindigd hier in het laatste stokje. En in diezelfde steek gaan we nu beginnen met een vaste. Dus in het stokje waar je bent gesloten maak je nu een vaste. Dan maak je 3 losse. 1, 2 en dat is 3. Vervolgens slaan we hier dit boogje over en in het volgende stokje, dus je slaat niks over, hier in het volgende stokje maak je een stokje, 3 losse, 2, 3 en het stokje in hetzelfde, dus een V-steek. Dus in het eerste stokje maak je een vaste, 3 losse en dan een V-steek met 3 losse ertussen in het volgende stokje. Dan maak je weer 3 losse, 1, 2, 3. Je slaat dit stokje over, je gaat naar het volgende stokje en je maakt een vaste. 1, 2, 3. Je slaat om, je slaat dit stokje over en je gaat naar het volgende stokje. En je maakt weer een V-steek met 3 losse ertussen. En dan weer 3 losse, 2, 3. Slaat deze over. In het volgende stokje maak je een vaste. En zo ga je helemaal rondom totdat je weer hier bent. En dan kun je sluiten hier met een halve vaste. En ik laat jullie zien hoe een en ander in zijn werk gaat. Zo meiden, ik ben nu dus geëindigd met een V-steek in mijn laatste serie van 2 stokjes. En zoals je kunt zien moet ik dus nu hier gaan sluiten met een halve vaste. Maar ik moet eerst nog 3 losse haken. 1, 2, 3. Ik sluit hier nu aan die vaste met een halve vaste. En ik loop meteen vast met mijn patroon. Want ik moet hier uitkomen bij een van die scheve stokjes. Nou kan ik natuurlijk gaan draaien en terughaken met halve vaste. Of ik haak voorwaarts met halve vaste. En dan ga je hier aan die boogjes ga je een verdikking zien. Dat gaan we dus niet doen. Dus ik haal dat heel braaf uit. Ik heb dat dus alleen maar gehaakt om jullie te laten zien hoe het niet moet. Het zijn 3 lossen, dus dat staat gelijk aan weer een stokje. Dus ik sla om. Ik steek in die eerste vaste. Ik haal daar een steek uit. Ik sla om door 2. Ik sla om door 2. En je ziet, ik zit meteen hier bij dat stokje en ik heb toch een boogje van de afstand van 3. En je ziet dadelijk niet dat het een stokje is in plaats van 3 lossen. Goed. Ik zit dus nu hier bij dit scheef stokje. Ik trek deze wat langer, want ik moet natuurlijk een puff gaan maken. Alleen normaal gesproken maak je een puff onder boogjes. We maken hier relief puffs. En dat wil zeggen dat we de puff maken om die scheve stokjes. Dus ik heb nu mijn steek al langer getrokken. Ik heb een omslag en ik leg mijn vinger erop. Ik ga dus achter dit stokje langs. Dus nog een keer. Achter dit stokje langs, pak de draad en ik trek hem net zo lang als dat de vorige steken zijn. Ik leg mijn vinger er weer op. Dan sla ik weer om, ik leg mijn vinger er weer op en ik haal weer een lus achter langs. Dat is de tweede. Mijn vinger erop en dit is de derde. Dus je maakt 3 keer, haal je een lus achter zo'n stokje om, dan sla je om. En je haalt ze in 1 keer door en dan heb je een puff en je zet hem vast. Wat je dan gaat krijgen, normaal een puff, die ziet er zo uit. Maar omdat die in relief is gehaakt hier om dit stokje, gaat die kantelen. En dan krijg je de zijkant van de puff te zien, waardoor het net is alsof het een soort van koffieboontje is waar een spleet in zit. Oftewel een blaadje op een steeltje.
Waar de vaste zit, die slaan we over. We maken hem weer wat langer. En we gaan hier in de volgende V-steek gaan we weer een reliëfpuf maken. Dus die vaste, die sla je altijd over. Gewoon hier om die volgende maak je dus weer een reliëfpuf. Houd die draad vast. Iedere keer die draad vasthouden. Dat is 2. En dat is 3. Je ziet nu dat beide blaadjes die zitten tegen elkaar. Dan maak je 3 losse. 1, 2, 3. Je maakt een stokje in het boogje van de V-steek. Je maakt weer 3 losse. 1, 2, 3. Je slaat om en je maakt om het volgende stokje van je V-steek weer een reliëfpuf. Dus dit is 1. Dit is 2. En dit is 3. Je haalt door en je zet vast. Je slaat om. Die vaste, die sla je over. En je gaat meteen door naar het volgende V-steek en het volgende stokje. En dan maak je weer een reliëf. Dit is 1. 2. Dat is 3. Je haalt door en je zet vast. 1, 2, 3. Je slaat om hier in het boogje en je maakt een stokje. 1, 2, 3. Je slaat om en je maakt op de volgende poot maak je weer een reliëf. Puf. 2. Dat is 3. Je haalt door en je zet vast. Hier komt die vaste weer, die sla je over. Je slaat om. Je komt hier die volgende poot van de V-steek tegen. En je maakt weer een reliëf. Puf. Dit is 1. 2. En dit is 3. Je haalt door en je zet vast. 1, 2, 3. Je slaat om. In het boogje van de V-steek maak je een stokje. 1, 2, 3. Je slaat om. En op de volgende poot maak je weer een stokje. Nou, puf. En dan zie je dat je de onderkant al hebt van het patroontje. Je werkt nu je hele rij, de onderkant van je trui, werk je helemaal zo af met deze rij. En bij de volgende rij zie ik jullie weer terug. Goed, ik ben helemaal rond. Ik heb hier die laatste puf gemaakt. Ik heb dan vervolgens weer mijn 3 lossen gehaakt en mijn stokje in het boogje. Nu maak ik nog 3 lossen. 1, 2 en dat is 3. En ik eindig hier in de eerst gehaakte puf aan de steek. Ik kan ook de volgende nemen, dat is misschien beter. En dan sluit je met een halve vaste. Goed, je zit nu meteen hier boven die puf. En je kunt in diezelfde steek, maak je nu een vaste en 2 lossen. En dat is meteen weer je stokje. Want het is de bedoeling dat we nu natuurlijk wederom de V-steek gaan creëren voor de volgende poot. Want we hebben nu deze gemaakt, maar we moeten natuurlijk nu de andere gaan maken. Goed, je hebt dus nu hier een stokje gemaakt boven de eerste puf. Dus dat doe je alleen maar bij de puffs die wat zo tegen elkaar staan. Dus bij deze. Je hebt dus nu een stokje, een nepstokje. Dan maak je nog 3 lossen. 1, 2, 3. En je maakt hier weer een stokje. In de volgende puf. Dan 1, 2, 3. En dan in het stokje van de vorige rij maak je een vaste. 1,
2, 3. Je slaat om. En in de steek van de puf maak je een stokje. 1, 2, 3. Je slaat om. En dan de volgende puf, in de volgende puf maak je ook een stokje. Dus je ziet, dit is eigenlijk een herhaling van rij 1. Alleen een omgekeerde vorm, omdat je het nu in de puf haakt. Nu haak je weer 3 losse, kom je het stokje tegen en daar gaat een vaste in. Je haakt weer 3 losse, 1, 2 en dat is 3. Je slaat om, in de steek van de puf haak je een stokje. 1, 2, 3. Je slaat om en in de volgende puf, in de steek, haak je ook weer een stokje. Goed, ik hoop dat jullie het begrepen hebben hoe dit nu weer in zijn werk gaat. Je gaat helemaal rondom en ik ontmoet jullie weer bij het uiteinde van deze rij. Ik ben hier dus geëindigd in dit stokje met een vaste volgens het patroon. En ik kan nu sluiten hier met 3 losse. 1, 2, 3. Dit is de vaste en ik kan sluiten hier in de tweede losse. Van mijn nepstokje. Dit is niet goed. Zo. Ik zit nu dus meteen, zoals je kunt zien, hier weer bij die 2 stokjes. Daarom kan ik meteen mijn lus hoger trekken, omslaan en om dezelfde steek, maar dan lager om het stokje, haak ik weer een relief puff. Dit is 1. Dit is 2 en dit is 3. En ik zet hem vast. Vervolgens de 3 lossen. 1, 2, 3. In de V-steek maak je weer een stokje. Je haakt weer 3 lossen. 1, 2, 3. Je slaat om en op de volgende poot van de V-steek maak je weer een relief puff. 1, 2, 3. Je haalt door en je zet vast. Kijk, en dan heb je je eerste bloem. Die is al klaar. 1, 2, 3. Je slaat. Nee, hier mogen geen losse tussen. Daar vergis ik me vaak genoeg mee, ook in mijn eigen truitje. Je slaat die vaste, die sla je over. En je gaat meteen door, zonder die 3 losse te haken, naar de volgende poot. 1, 2, 3. En je maakt de volgende relief puff. Nu mag je wel 3 losse haken. 1, 2, 3. En stok je in die V-steek. 3 lossen en om de volgende weer. 1, 2 en dat is 3. Kijk, en dan komen de bloemen tevoorschijn, zie je? Precies dezelfde bloemetjes als die wat ik hier gehaakt heb. Dus in feite is het nu een herhaling van die rijen die wat ik je nu heb voorgedaan. Dus het zijn eigenlijk maar 2 rijen, maar het verplaatst zich natuurlijk de hele tijd. Het gaat om en om en daardoor krijg je natuurlijk die schitterende steek van die bloemen. En het patroon openbaart zich eigenlijk pas als je een paar rijen verder bent, zoals ik hier. Dan kun je het echt schitterend zien. Het truitje is maar van 1 kant draagbaar, wat je niet zou zeggen. Deze is natuurlijk aan beide kanten draagbaar, alleen de achterkant hier is niet zo mooi. Tenminste, ik vind daar niks aan. Sommigen vinden het misschien wel mooi, omdat hier natuurlijk een relief loopt. Maar je kunt hem wel van 1 kant dragen. Wat je nu gaat doen, deze bloemenrand, die gaat een x-aantal centimeters verder. En dat beschrijf ik in het geschreven patroon, hoe ver dat je hier in dit patroon moet doorhaken. Want straks komt er weer een rij van deze stokjes erin.